Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe dagvlog. Ik ga vandaag lessen bij Nuno Avelaar met Illustro natuurlijk. Ik sta aan de trailer. Die trailer heb ik echt heel lang niet gebruikt. Oh, en de trailer is zo vies. Had ik daar gisteren maar aan gedacht, want ik heb nu echt een uurtje de tijd om Illustro in ieder geval opnieuw te vlechten. Ik heb hem gisteren wel gewassen en een deken omgedaan. En die deken kwam echt net van de stomerij. Het was helemaal mooi schoon. Ik dacht schoon paard, schone deken. Maar ik vergat zijn bilkoorden vast te maken. Of bilkoorden. Ik had eigenlijk één bilkoord die gewoon van rechts naar links gaat van Biotaan. Die had ik van Boukje. Maar ik wist even niet meer waar ik die had gelaten. Want die had ik eraf gehaald toen ik de deken naar de stomerij ging brengen. Naar de dekenwasserij. Ik weet niet waar ik het heb gelaten. Dus toen uiteindelijk vond ik nog bilkoorden. Kijk, splinternieuwe. Maar ik had Illustro al losgelaten op de trek. En Illustro is dan vaak niet meer in de mood dat hij zich laat pakken. Dus ja, dacht ik kan ik wel achteraan gaan rennen. Maar het is gewoon belachelijk. Hij rent weg, ik erachteraan. Hij rent weg, ik erachteraan. Ik denk laat maar, voor één nacht blijft die deken vast wel liggen zonder bilkoorden. Nou, niet dus, want vanochtend kreeg ik deze foto in de app. Dus, en die deken is waarschijnlijk helemaal geruïneerd. In ieder geval vies. Ik hoop dat hij niet kapot is. En ik hoop dat Illustro nog een beetje schoon is. Dus Illustro moeten we even netjes gaan maken. Ik. En ja, nu doe ik de trailer open en zie ik gewoon dat er gras groeit. En schimmel en zo in de voerbak. Ik zal het even laten zien. Maar dat moet ook echt schoon. Want dit is natuurlijk niet gezond voor Illustro om hierboven te adem te halen, zeg maar. Dat kan hij niet inhaleren, al deze schimmels en dingen. Dat lijkt me niet tof. Dat moet ik ook nog even schoonmaken. Nou, daar gaat hij hoor, jongens. Dit stukje van de trek is afgezet. En met echt een hele erge toffe reden. Want, ben je mee aan het stoken? Zal ik jou meenemen naar de les? Dat kan wel hoor. Nuno wil het was met jou trainen. Ja, dan ga ik op jou rijden. En jij wilt de trainer alleen niet in. hier komt een hooihuisje. Eentje waar ze rondom met z'n allen kunnen eten met een dakje erboven. Zodat dan ook het hooi droog blijft en de paarden ook droog kunnen eten. Dus dit is nu afgezet. En daar is ook een draad, dus op dit gedeelte kunnen ze niet komen. Maar ze hebben alternatieven, want daar loopt een paadje en hier loopt een heuvelpad. Het is nu wel een beetje blubberig. Maar goed, ik moet opschieten. Ik moet deze meneer pakken. Helaas is die niet schoon. Het is echt, ik denk dat dit weer opnieuw vies is geworden. Omdat de deken natuurlijk scheef heeft gezeten. Want hier is die wel witter. Zeg maar. Het heeft geen zin om hem nu nog een keer te wassen. Want hij heeft best wel een dikke vacht. Of in ieder geval lang haar. En dat duurt ook lang voordat het dan weer droog is. En ik heb over ongeveer 1,5 uur les. Dus dat ga ik nooit redden. Ik zou serieus niet weten hoe dat eruit moet zien als ik in de winterperiode ook nog wedstrijden zou willen gaan rijden. Want ja, het is dan, zijn lichaam schoonhouden is dan één ding. Dat kan je nog enigszins met een deken. Maar en zijn benen kan je ook nog wel wassen in de winter, weet je wel. Maar hoe ga ik zijn hoofd dan wit maken en zijn pluisoortjes en zo. Ik zou het oprecht echt niet weten. Met zo'n lange wintervacht en dat het gewoon buiten nat en koud is dat echt niet handig. Dus ik denk dat ik gewoon eind voorjaar, zomer, dat een beetje mijn wedstrijdperiode moet worden als ik op wedstrijd zou willen gaan. Oh, heel leuk, Lucia zit aan de takkenbal te knabbelen.
Even kijken of ik het kan filmen voor jullie. Dat zijn even de leuke dingen van deze huisvesting. Dat je die paarden gewoon zo lekker ziet knabbelen. Lekker een dingetje zo ziet doen. Dit is niet een betaalde promotie, maar ik vind het toch wel leuk om even te zeggen. Ik heb Illustro gisteren gewassen met een pippazeepje. Pumpkin spice. En wat ik op zich wel... Ik moest echt even wennen aan die zeep, omdat het niet... Het schuimt niet heel erg en de huid blijft er een beetje vettig van, zeg maar. Of de vacht. Dus ja, dat moest ik even aan wennen. Maar het is eigenlijk best wel fijn, want Illustro heeft nu best wel veel gewoon huidvet. En toch vind ik dat ze manen er best wel schoon uitzien. Ik heb het gewoon even één keer... gewassen en ik had niet heel veel tijd, dus meestal moet ik de manen van Illustro echt wel twee keer wassen, wil ik het echt helemaal schoon krijgen, ook helemaal, weet je wel, tot hier. Maar het is, kijk, het is echt wel goed schoon, maar het voelt nog steeds lekker vettig of zo, dus eigenlijk perfect om te vlechten, want dan moet je eigenlijk niet te schone en gladde, glibberige manen hebben. Dus hier kan ik wel wat mee. Ik ben er. 5 minuten voor tijd. Over 5 minuten. Het is 10:55. Om 11:00 zal ik lessen. Dus ik moet echt als de brandweer gaan opzadelen. Op Radio 1 gaat het over insecten. Het is echt super boeiend. Ja, touch. Every touch on the back legs, it needs to go out on the shoulders, on the knee. Touch. Touch. A little more forward. Touch. He's not a guy that has a lot of knee action. So how in the Piaf is he going to have knee action? He doesn't have it. That idea of Piaf on the spot, we often hold too much and they stop moving the front legs. They stay with the front legs only because we have the idea of Piaf on the spot. But easy with control. Yeah, 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 here. To give chance to move the knees. Here, here. Yeah, 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 yeah. Okay? Just that he gets... Yes, because he needs to go out forward. Here. Yeah, 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 yeah. Okay, super. Klopje. Makes sense? There's a lot of people make Piaf and Goedwerks and Piaf and back and Piaf and back. He doesn't need back, he needs forward. Hop, tap. Ja, 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 tap. Ja, 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 ja. You see the knees? You have spiegel there in the middle? Once in a while, not all the time. Spiegel. Ja. Ja, ja, good. Yes, yes, out, good. Easy out. Ja, ja, ja. Super, ja, out. Ja, ik wil hem kloppen. Ja. Direction. Yeah, I feel that is maybe the missing key that I don't have the rein contact enough, and the feeling that he is able to go out. Now he's on. Yeah, 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 yeah. Out, good, Klopje. You see, you don't have to be any bad and do too much, but also not just. Let's find here something in the middle. Yeah. Okay, but I'll do something else. It's enough. It's good. Yeah. Well. Other topic. Good. Give your hand forward. Push. Ah, klopje, good. Because he is very fine in the reins.
And you bring him back with little rhymes, and then you want to go out? He needs to be, we don't want him to be strong in the rhymes, but needs to be a little desire. Diagonal, easy, diagonal. Hand forward, olé. We don't want to keep easy and slow. Easy, slow. Hand forward. Ah, floppy, good. You don't have to ride always forward. You need to know it's there if you need. Okay? Good. Are you gonna fly or what? Why are your arms like this? Ah. You look like you're about to start flying. Don't worry, don't be shocked, it's okay. No, but it's okay, sometimes we forget. We are so into other things. This is good. Can you go bigger? Super good. Okay, you don't have to go more big, but you have to have ready to go on the snap of a finger. Check that out, very good. We don't want, we keep doing like you do, okay, very fine. Riding looks very nice, but we need to put a little salt and pepper on this. If not, it's blah. It's like you eat bread with butter. Hey, something spicy flavor, okay? Now, because some horses, you see, never mix riding fine to be ecologic, no pushing, no holding, nothing, huh? Yeah, very good, Ploppy, very good. Very good. You see, you don't have to push more. You have to have multi options of turbo or not. Bam, you see, a little bit better. Good. Super. So, you see. Okay, good. Go a little bit into a pirouette. Push into the left shoulder. Push. Yes. Up. Not too small, okay? Up. No, no, it's too small. That was good. When he needs to come into the pirouette, but still think big. Yes. Yeah, bring him back and push forward. Yes. Yes. Oops. There, and out. Good. Okay? He needs to. It's the same with the piaf. It's the same technique, it's the same thing. Change the direction. Because in the pirouette, he goes to a small circle, but then I have no contact, and I am not able to go out. Oh, okay. So we need that on every exercise. Right. Oopsie. Oh. It was so light that he got vakalish. Go to zigzag. Here. We don't want them to have too much contact, but a little. Just half a kilo more, just so there's more grip. Yes, a little. There. Yeah. Here. This is the lock. Super. Because this is still riding nice, this is, okay, that's it. Because don't mix riding fine with not riding at all, and just being a passenger. Yes, super, you see? Then you just have to turn, super, and out. Very good. Then the turning is just turning. The turning is not the biggest problem. Drive in with the tail a little bit, easy bending. Yes. Wait, round, easy, out, good. Okay, a bit more down, so it's not so extravagant on the front. Yeah. But this was good. A bit too much front, it was okay. Yeah. Whatever it was. Some horses, they don't go up in the front. We have to make them go up. Some horses, they don't turn, then we make them turn. Yeah. And him, he's turning good, it's not a problem. He's a bit, careful with the seat. The headset. Because if you want to ride with a little quality that the people say, the horse needs to transmit energy. If not, everything is okay. And you need to give this salt and pepper on him. Yeah. You know what I mean? It's not to ride aggressive, it's not that. But ride from left, like him. A bit, okay. Oh, okay. So we need to reduce on the right, raise up on the left. To try to have an equal left and right. But how can I reduce it on the right? Because he is just lower more the neck. Okay. If you lower more the neck, you put more weight on the right shoulder. Because if he comes too much back, he's nearly going to a level. Yeah. Okay? So
On the left side, we need to push and raise them up a little bit, like it would be in the piaf coming out to passage. Okay, on the right, lower a little bit more the neck. Okay, yes, just a little. You can look in the mirror later on the video. Look in the mirror, here. Yes, yes, yes. Keep it down. Super, so it doesn't bounce. Yes, down. Yes, a little bit more bending and more down. Not so fast, wait. Now we play easy. Here. Yeah, good. Too much, too quick with the right leg. Yes, look in the middle. Here, yes, keep this. You see? Okay, keep this speed, this bending, this parallel all the way. Good, then again, then do the key here the same. And now you go. Yeah, yeah, not quick, not too much shoulder. Yes, there is. Okay, yes, equal steps, equal angle in the half pass. You cannot put too much shoulders in front and then too little. Okay, once again. And easy, let them come. Yeah, easy. Yes. Yes, 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 yes. And walk, very good. Okay, now you have it. Now you had to adjust. Super. Yes. Yes, this right was not there. Ah, hold the left right. Keep them straight. Good. 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 See, now it's equal. Yeah. Yeah, yeah, yeah. And it's enough. Clap, you good. Make sense? Yes. Because we want a Spanish walk with equal freedom, equal knee. Okay. He's basically straight still, but it's just that you delay one shoulder and you increase the other. Then galop, and check the changes. Yeah, because now this gets in a very interesting level that we are searching for the little piece of the puzzle. It's not like building a kid's puzzle with 10 pieces or 5 centimeters each piece. Straight, he's galloping left, galop left, then you hold the left shoulder, hold the left rein. Change, hold the right rein, hold the left, hold the right, you can change. Hold the right, you can change. Hold the left, go, hold the right, go, hold the left. Yeah, again, I'll clap you. And the counting of the steps is another story. Yeah. Oh jee. Nu ik in mijn vlogcamera kijk, zie ik pas dat ik helemaal onder de modder zit. Nou, nee, maakt niet uit. Paardenmensen onder elkaar. Modder hoort erbij. Ik ben wat aan het doen. Ik ben het egelhuisje aan het verplaatsen. Die stond eerst daar. Dit ga ik denk een beetje doorzaaien. Want dat heb ik al een paar jaar niet meer gedaan. En hier komen altijd elk jaar ja, een soort van bloemen op en zo. En dat zaait zich elk jaar weer uit. En dit is een appelboom en een peer. En dat is gewoon zo'n leuk fleurig bijentuintje. Maar ja. Ik wil het egelhuisje eigenlijk liever in deze hoek, omdat het hier vanwege de schaduw, ook door deze boom, ja, daar groeit nooit zo heel veel. Dat blijft altijd iets kaler. En omdat ik het idee heb om aan beide kanten in het kippenhok een sluisje te maken. Dus om dit weg te knippen en dan een halve pijp zo. Dat de kippen er niet uit kunnen, maar dat er wel een egeltje in en uit zou kunnen. Want de egeltjes komen meestal via daar... onder de poort door van de buurvrouw, zeg maar, of via de steeg. En dus ik zorg altijd dat er expres doorgangetjes zijn, want heel veel mensen maken tegenwoordig de tuinen potdicht en die gooien de tuinen vol met tegels, weet je wel, van het onderhoudsarmoe. Dat is een heel leuk Instagram account. Ik ga altijd stuk op dat account, ik vind het zo grappig. Die zal ik eventjes delen, die heet onderhoudsarmoe volgens mij. Maar goed, ik wil dus aan die kant van het kippenhok een doorgangetje en aan deze kant. Dus dat het egeltje, we hebben altijd heel veel egeltjes namelijk. Dat die makkelijker ook in dit tuintje kan komen. Vaak loopt hij ook wel om. Maar een doorgangetje is altijd leuk. En misschien dat hij dan nog wel, weet ik veel, een beetje kan genieten van het kippenhok. Misschien kan hij daar stiekem water drinken. En zaadjes eten die de kipjes dan hebben laten liggen of zo, weet je wel. Dat vind ik wel grappig. Dit is onze compostbak. Daar gooien wij allerlei tuinafval in, maar ook keukenafval. Eigenlijk alles wat, ja, citrus vindt de compost niet fijn of de wormen vinden citrus niet lekker. En geen vlees en vis en dat soort dingen.
En als je hem dan, je zou hem zeg maar zo omhoog kunnen trekken. En dan aan de onderkant het echt gitzwarte grond. Dat is dan de compost. Dus die gaan wij binnenkort weer gebruiken om de moestuin en de andere planten te voeden. Nou, en dit is het effect van de gehuurde takkenhakselaar. Dat is echt, dat heeft voor geen meter gewerkt. Kijk, de takken zijn er een beetje gekneusd uitgekomen. Dus ik weet niet wat er mis is gegaan. Maar in ieder geval is het nu wel iets compacter geworden. Wie hoor ik daar? Ik hoor ze wel, maar ze zijn al naar binnen gegaan. Het is nog helemaal niet donker en ze zijn al naar binnen. Ze gaan vroeg naar bed. Dit is wat ik nu heb. Jullie zien het. Ik heb hier een pijpje van 11 centimeter. Zo, dat heb ik een beetje gestabiliseerd. Kijk, daar hebben ze zo een ingangetje. En egeltjes vinden het fijn dat het niet een ingang is en dan gelijk hun slaapplekje of hun nestje. Maar dat het een ingang is en dat ze dan het hoekje omgaan. En het is ook belangrijk dat er geen roofdieren in kunnen of katten of zo. Maar als ik het goed heb begrepen, helpt zo'n U-vorm ook daartegen. En nu heb ik hem iets groter gemaakt dan het vorige egelhuisje. En nu twijfel ik of dat die tegel er nog op past. Ik ben eerlijk gezegd bang van niet. Ik denk dat die te smal is voor dit. Dus daar moet ik dan maar even weer wat op gaan bedenken. Ik kan er natuurlijk niet twee op leggen, want dan heb je een naad en dan is het niet meer waterdicht. Dus er moet één grote tegel overheen die het geheel afdekt. Maar dat komt vast wel goed. Je kan echt via Marktplaats kan je zoveel dingen gratis vinden. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld grind of tegels of dat soort dingen. Weet je wel, die willen mensen altijd gewoon van kom maar ophalen. Want het zelf wegbrengen is vaak meer moeite dan dat iemand het gratis komt ophalen. Dus ik ga het even opmeten en dan kijk ik even welke maat tegel ik nodig heb. En dan komt dat wel goed binnenkort. Ja. Nou, eigenlijk hoef ik het niet op te meten. Ik kan het bij mijn ogen ook wel zien, maar voor de zekerheid. Oké, 40. Mezelf weer even om de appelboom heen werken. Ik zit heel dit klem tussen al die takjes. Zo. Even kieken. Dan moet natuurlijk sowieso overlap hebben. Oké, hier zou die op zijn minst 53 moeten zijn. Dat kan, maar ik ben bang voor de breedte, want die is 40 en dat is volgens mij moet dat meer. Ja, zie je. Het moet echt op zijn minst. Nou, het moet op zijn minst 50 centimeter zijn. Dus als ik hem echt verruim reken, dan is het 60 bij 50. Oké, dus een tegel van 60 bij 60 zal super mooi zijn. Dan valt hij ook nog een beetje hier overheen. Dus dan heeft hij ook nog een droog ingangetje. Zo heeft hij echt een overkapping en dan de ingang. Zo leuk! Oké, dat ga ik even zoeken. Dus een tegel van 60 bij 60. Dat bestaat vast. Ik ga stoppen voor vandaag. Het is bijna etenstijd. Het is trouwens Ramadan. Dus als je moslim bent en je kijkt mijn vlogs. Ramadan Mubarak. Een gezegende Ramadan. En jullie weten, dat is altijd een hele mooie tijd in het jaar. De mooiste tijd in het jaar eigenlijk. Het betekent dat ik deze maand vast van de dageraad tot en met zonsondergang niet eten, niet drinken. En het houdt natuurlijk veel meer in dan dat. Goed. Over de les. Ik heb echt heerlijk gereden. Wat vooral een punt is waar ik mee bezig ben met Illustro is dus meer verbinding krijgen van mijn been uit, dat ik dat terugvoel in mijn hand. Illustro is heel licht in de hand en soms een beetje te licht en wiggly. Hij is heel wiggly, heel wiebelig en bewegelijk en expressief met zijn mondje. En het is soms, sommige paarden die zijn, weet je wel, dat ze best wel hangen of op het bit leunen. Nou, Illustro is zeg maar het tegenovergestelde van dat. Dus dat is best wel gek misschien, dat ik moet trainen om een beetje meer gewicht in mijn hand te krijgen. Ik zeg niet veel, maar wel, zoals Nuno zegt, je hoeft geen 10 kilo in je hand te hebben, maar ook niet 0 gram. Want 0 gram, ja, weet je wel. Dus, ik kom daar dus nu ook achter in de oefeningen, dat een oefening weer uitgaan heel moeilijk is als je niet meer die
engagement, die aansluiting hebt van achteruit naar je hand toe. Dan kom je dus oefeningen niet meer uit. En, en dan kan je ook niet meer goed schakelen in de oefeningen en niet meer gewoon makkelijk recht rijden. En bijvoorbeeld in de Piaf, dan... Mijn vraag was aan Nuno van, ik wil Illustro wat minder hectisch en minder vlug laten piaferen. Want hij gaat soms op zijn plek helemaal tak. En dat is een ponypiafje, maar dan komt hij niet meer, weet je wel, hij gaat niet meer van zijn plek. En ik zou graag zijn beweging wat meer slow motion willen. Misschien een wat grotere beweging, dat er wat meer vering nog in de gewrichten komt. En dat de beweging wat meer af wordt gemaakt. Nou, en de sleutel ligt dus in het weer dat hij altijd naar voren blijft denken. Ook in een oefening die wat meer op de plek is, zoals een piaf. En dat ik er altijd ook weer uit moet kunnen rijden. En hetzelfde is ook met de pirouette. Dat is eigenlijk gewoon de pirouette in galop. Het is een totaal andere gang, een totaal andere richting, een hele andere vorm. Maar hetzelfde principe komt weer aan bod. Illuso kan dan heel makkelijk draaien op zijn plekje in galop. Dat heeft hij dan zo door. Maar dan valt hij eigenlijk een beetje zo door die oefening heen. En dan vervolgens heb ik helemaal niet meer het gevoel dat ik er ook weer uit kan. Of dat hij nog aangesloten is van achteruit. En dan wordt hij mega licht in mijn hand. Maar ja, ik heb gewoon niet meer zoveel controle dan. En dus dat ging echt met de tips van Nuno al veel beter. Ik heb gewoon lekker gereden. Halverwege de les viel natuurlijk mijn camera uit, wat de batterij weer eens leeg was. Oh, ik ben zo'n amateurvlogger. Dus volgens mij heb ik nog een soort van series galopwissels gesprongen. Nou, het tellen, dat is echt nog niet aan mij besteed. Daar moet ik echt nog veel beter in worden. Bijvoorbeeld de galopappiementen gingen heel fijn. Het was ook lekker om in een grote rijbaan te rijden, 20 bij 60. Dus ik kon echt, en ik kon mezelf ook zien in de spiegel op de korte zijde. Dus dat vond ik echt wel heel lekker gaan, maar die staan dan niet op video. Maar dat maakt niet uit. Jullie hebben in ieder geval al een aantal beelden kunnen zien en een beetje kunnen meegenieten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als jullie een reactie achterlaten hieronder. Als je een duimpje omhoog doet en als je even abonneert. Dat support mij om regelmatig vlogs te maken en mijn paardenproces met jullie te delen. Hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!